Dit project is maatschappelijk heel belangrijk en wel om twee redenen. Allereerst richten we ons op maatschappelijk georiënteerde ondernemingen. Dus ondernemingen die de wereld mooier willen maken. Denk bijvoorbeeld aan een nieuw type ziekenhuis, een andere onderwijsvorm, een nieuwe manier van duurzame energie. En natuurlijk willen we dat dat soort ondernemingen zo groot mogelijk worden, zodat de maatschappelijke betekenis ook zo groot mogelijk wordt. Daarnaast leidt dit tot nieuwe werkgelegenheid. En hoe groter het bedrijf, hoe meer nieuwe banen. En dat is natuurlijk ook enorm belangrijk. We bouwen voort op inzichten die we al hadden. Dat begint met inzichten rond het ondernemersteam. We zien ook, als een andere belangrijke succesfactor, dat dit soort ondernemingen vanaf dag 1 internationaal denkt. Dat ze vaak schaalbare producten of diensten hebben. Dat ze een sterke mate ontwikkeld ondernemerschap hebben. Gebruik maken van kansen. En goed de klippen weten te omzeilen. En dit zijn allemaal factoren die we in dit onderzoek gaan proberen te valideren en verder verdiepen. Onze aanpak is als volgt. Allereerst zijn wij samen gaan werken met een aantal tophoogleraren en hebben wij een koppeling gelegd tussen ons denken en wat er al wetenschappelijk bekend was op het onderwerp. De tweede stap waar we nu voor staan is om een wereldwijde enquête te gaan bouwen onder een paar duizend opschalende ondernemers. In allerlei sectoren en in allerlei landen. En we gaan ze niet alleen maar bevragen, we gaan ze ook echt in het onderzoek betrekken. We gaan ze met elkaar in contact brengen, ze gaan hun eigen ideeën erin brengen en ze gaan er ook zelf direct nut van hebben. Hi, my name is Julia. I'm from Germany. I work for the Condé Nast Publishing House. I'm a fashion director. I'm here at Think to build up a marketplace for sustainable and locally produced fashion. My name is Alberto Vollmer. I come from Venezuela. I'm the CEO of the Santa Teresa Super Premium Rum Company. And my project is to scale up the social impact that the company and the brand have beyond Venezuela. My name is Ruth Gaffney. I run a school in New York. I believe that education is the only way to make the world a better place and make a positive impact. Waar komt het uiteindelijk allemaal op neer? Allereerst dat het mogelijk is om een onderneming te bouwen die de wereld mooier maakt en waar een mooi rendement uitkomt. En daarnaast om als onderneming, als je groter groeit, dat te doen op een manier waarbij je rekening houdt met de partijen om je heen. Met je concurrenten, met je toeleveranciers, met je klanten, met de publieke sector. En dat allemaal bij elkaar heet met een mooi woord simultane belangenbehartiging.